Hallo, jij in Friesland? Sorry. Ik sta in Friesland, naast de draaiorgel van Marwan. En die ken je van deze video. Wat zeg je? Jij hebt een... Bedrijf in draaiorgels. Een bedrijf in draaiorgels? Jazeker. De ene houdt van rockmuziek en de andere van Tchaikovsky bijvoorbeeld. En ik hou van draaiorgels. We staan naast de paardenkop, ja. Jouw mooie orgel. Ja. Vertel. Dit is de paardenkop. Het is een draaiorgel, 52 toetsen. Dat houdt in dat het 52 toetsen breed is. En deze is gebouwd in 1933 door meneer Minning in Rotterdam. Ja, mooie datum, 1933. Het werkt zo, we hebben hier een orgelboek. Daar zitten allemaal gaatjes in. En elk gaatje dat heeft een toon. Dus als dit hoem is, is dit pa. Dus dan krijg je hoem pa pa, hoem pa pa. En die boeken, dat heb ik ook gezien in die filmpjes, die maak je zelf. Ja, klopt. De nieuwste, dat is, ik zal hem er even bij pakken. Dat is deze, dat is een Duits lied uit 1918. Oké. Dit werd vooral in de cafés gezongen. Het heet Ween auf Sonntagabend die Dorfmuziek spielt. Wie kent het niet? Ja. Hoe lang duurt zo'n boek dan? Deze duurt ongeveer 2,5 minuut. En dit heeft ongeveer mij 8 uur geduurd om te maken. Jongen, nou, klap hem maar erin. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Elk pennetje, dat correspondeert met een gaatje. En als er dan zo'n gaatje verschijnt, dan schiet zo'n pennetje door het boek. En dan weet het orgel precies welke toon hij aan moet slaan. En dat doet hij al 90 jaar, dat ding? Ja, hij is al 90 jaar oud en dat doet hij nog steeds op volle toeren. Ja, nou, zet aan. Gaan we doen. Jezus, wat een hel. Het is gewoon schrikken. En jij bent de hele dag hiermee die boekhand erin aan het zetten. Ja, klopt. En soms draaien we ook nog wel eens met de hand. Maar dat is wel zo zwaar en er heeft nog echt wel meerdere mensen bij nodig om dat de hele dag te kunnen. Ja, ik heb er ook een filmpje van gezien. Jij hebt geen rukarm, maar een draaiarm. Ja, klopt. Ja. Ja, dit is echt cultuur hoor, mensen. Kijk, wat vind je nou zo mooi aan zo'n ding? Dat het al zo oud is. En dat het na 90 jaar nog steeds zo functioneert zoals het in 1933 ook functioneerde. Maar je bent 14, zeg je. Hoe kom je dan aan een draaiorgel? Dit draaiorgel die heb ik als een soort lening geschonken gekregen van opa en oma. Want dit draaiorgel was eerst van Jan Boon. En die kwam met Den Helder en die kwam hier elke week heen. En met de auto. En die moest dus elke dag gewoon 80 kilometer rijden om hier te kunnen spelen. Wat kun je nou een beetje verdienen als orgelman hier in Sneek? Ja, er is niet echt van rond te komen. Dan moet je het echt elke dag doen. Je wordt er geen multimiljonair van? Nee, absoluut niet. Nee. Dus ben je in Sneek, geef gul. Donna, geef even je geld. Ja, dankjewel. Hey Donna, je hebt alleen maar 10 euro. Nou, dat is kut voor je. Aan, Dick. Ja, dat is een idee. Zo, alstublieft, hè. Bedankt, Donna. Is het nou zwaar? Je mag het ook wel eens proberen, hè, zo. Nou, ik wil dat best wel, ja. Maar wel met rechts dan, natuurlijk. Ja, Want jij doet het met links. Beetje sneller. Ja, doe maar, ja. Ja, dit is toch een stuk beter als jij het doet. Ja, maakt niet uit. Iedereen doet het voor de eerste keer. Nou, ik ben zeer onder de indruk. Dit was Dumper TV live vanuit Sneek. Marwan, onwijs bedankt. Ja, hartstikke bedankt. En veel succes, blijf lekker doorgaan. Dat komt goed. Dank u wel.